Van Griek was dat. Een van Irene Grobler, een verstommende video. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Nie. Van wat zij noemt een oogpister, is een recht Afrikaanse naam, ons hoef het die weg te steek nie. Maar ik vermoed, dit is een van die tierkevers, wat bezig is om een vleermuis huikie en muikie op te vreten terwijl die ding nog lewe. Hierdie insekte is baie agressief, ons weet dit. Maar dit is voor mij absoluut een nis dat dit wel een vleermuis, en ek kan nie mooi sien nie, maar ek dink is een dakvleermuis, ergens uitgekrap het en bezig is om op te eet. Hierdie is niks anders als unieke beeldmateriaal nie. En ik wil voor Irene baie geluk sê dat ze dit kon vastvang. Uit Skoemans Kloof stuur Reinet Gryling iets baie interessant. Van een blauw aap wat tussen een groep ander beweeg, maar die oomblik as hulle aanbeweeg, loop hy letterlik op sy voorpote. Dit is soos bijna soos een gymnas wat sy stert vorentoe gooi vir balans en dan so oor die weg kom. Ek het een vermoede dat hierdie aap sy agtersteewe dalk seer gekry het, die bene of selfs die rug, en dat hy heel moontlik net eenvoudig aangepas het om so oor die weg te kom. Maar hier is een extreme aanpassing en een mens is absoluut verstom dat die dier so oorleef. Toch wijst het jou, waar daar een aap wil is, is daar een aap weg. Uit Rosenwil stuur Diana Pieterse een baie slim afgeneemde video van een vlieg wat een gewone tuinspinnekop treiter, en sy het een prachtige titel van haar epos gehad, Slim vang sy baas. Nou, ek het geen idee wat in hierdie vliegse kop aangaan nie, behalwe dat hy 'n doodswens moes gehad het, want hierdie spinnekoppe is behendig om opportunisties binne enige insek naby en of in hulle web te vang. Hy hardloop heen en weer oor haar terwyl sy besig is met haar webwerk, en dan ten einde raad word hy gevang en opgeëet. Wat wel prachtig hier is, is die vorming van hierdie nette van sy wat die spinnekop maak. Daar is 7 spinnerette, en door hierdie aantal spinnerette te combineren, kan sy of hoekdrade maak, of kleefdrade, of hierdie toespindrade. Dit lyk byna na katoen. Dit is een uitmuntend afgeneemde video, en Diana, baie geluk. Christie Stolfs van Graaf Renet het hierdie video ingestuur van hun kapokkie. Ek sweer af, dit is een kapokkiehoender. En as hy opstaan, is daar een hele tros klein kaikies onder haar. Nou, ons weet dat diere wat geneig is om broeis te word, soos hierdie kapokkie, sal byna enige voorwerp wat beweeg aanvaar en aanneem om hierdie broeikoers een bietjie te breek. Ons weet van kaikies wat aan honde drink, honde wat aan katte drink. Hierdie is een besondere geval waar die hoender die kaikies aangeneem het. Waar die ma is, weet die hemel alleen, maar sy is duidelik broeis, daar is nie 'n haan naby nie, en die tweede beste ding is 'n kaikie. Baie dankie, Christie. 'N heerlike epos met die titel Piet se vlerksleep kom van Joyce Kleinhans, en hulle woon in Dwarskersbos aan die Weskus. En dit is 'n verstommende video van 'n Piet jou grysmees. Die Engelse naam is natuurlijk Tut, Grey Tut. Mens kan dankbaar wees, hy het nie Afrikaanse directe vertaling nie. Hoe dit ook al sê, wat op 'n vreemde dansie uitvoer op die mat voor 'n venster elke ochend. Nou, ek het oor en oor gekyk na hierdie video en wil die volgende voorstel. Die maaikie is van swart rubber en sal warmer word as die plafuisel daarom. Ek dink eenvoudig dat hierdie grysmees is besig met sy oggendhittebad. Joyce, dit is verstommende gedrag, en baie dankie vir die instuur.